Meneer Van der Staaij, wie heeft u op het netvlies zitten als u zegt, nou ja, wie zijn er nou bekaaid van afgekomen de afgelopen tijd? Nou, bijvoorbeeld een Trudy van 74 die ik zaterdag op de markt in Huizen sprak. En die zei, wil je ook nog op televisie zeggen straks dat je wel oog hebt voor mensen met alleen een AOW'tje? En ik zeg, ja, dat wil ik gerust zeggen. Nou, bij deze. Bij deze. Maar ik vind alleen, we moeten niet iedereen over één kam scheren, hè? Want meneer Krol is zelf een voorbeeld van iemand die na 65 nog stevig doorwerkt. En dat doet hij met passie. En is iemand die het zeg maar ook materieel volgens mij best goed heeft. In een mooi huis woont en een goed inkomen heeft. Die zijn er ook. En ik dacht altijd, waarom scheer je nou eigenlijk zoveel alle ouderen over één kam? Ja, maar gisteren begreep ik het. Wacht even. Door de helikopter. Gisteren begreep ik het. Door de helikopter. Door de helikopter. Het is Heli Henk met een helikopterview. En dan lijkt iedereen hetzelfde. Maar als je echt dichter bij de mensen komt, dan zie je de verschillen. Ja. En dan zeg ik, Henk, zo zijn we niet getrouwd. Ja, nee. Meneer Krol. Wij zijn zo zeker niet getrouwd. Dat zou kunnen bij de heer Krol. Heb ik in het verleden zeer graag voor gepleit, maar dat ging niet lukken.